De eerste nieuwe elektrische trein met de nieuwe naam Blauwnet van het Franse vervoersbedrijf Keolis is op 10 december op het Overijsselse spoor geïntroduceerd. Hij is voorzien van veel faciliteiten zoals telefoon- en laptopoplaadpunten, wifi, leeslampjes, zonnescherm, verstelbare luxueuze stoelen en een toilet. Maar van Enschede tot Zwolle wordt de rit wreed verstoord. U zult in Raalte moeten overstappen en met de dieseltrein of bus uw reis naar Zwolle vervolgen. Want de infrastructuur in Zwolle voldoet nog niet. Dat zou na de zomer 2018 wel het geval zijn.